een eiland Baluska zijn er twee volken, de rode en de blauwe, die altijd ruzie hebben. Oh, zo lelijk. Ja, ik wil echt oorlogmodus. Ja, en wij zijn het niet meer mooi. Kijk, die rode en blauwe volwassenen nou. Ze maken nou alweer ruzie. Straks voeren ze weer oorlog en dan zijn wij de pineut. Ja, daar heb je wel gelijk in. Er is nu een bijeenkomst over de toekomst van het land. Blauw, blauw, blauw! Rood, rood, rood! Beste goede koele blauwe. En kinderen en jullie daar. We willen het even hebben over de toekomst van ons land. We willen dat de rode mensen in dit puntje van het land gaan wonen. En dat de blauwe mensen in het hele stuk van het land kunnen wonen. Yeah! Jongens, dat is toch niet eerlijk? Het slaat nergens op. Wij hebben namelijk een heel ander plan. De blauwe moeten hier wonen en de rode krijgen de rest van het land. Yeah! En hoe zit het dan met de kinderen? Waar moeten die dan naartoe? We hebben het nog niet besloten, maar ik vind dat wel alle kinderen gewoon mogen komen waar ze komen. En als ze dan nog meer blauw aan doen, dan vind ik het alleen maar goed. Ho, ze mogen ook best rode kleding aan, hoor. Nou, doe jij eens rustig, want je moeder is een blauwe. Dat is toch niet normaal? Dat neem je nu terug, dat onze moeder een blauwe is. Waarom zou ik het terugnemen? Je vader is ook een blauwe. Wat? Neem je nu terug, hè? Waarom zou ik? Oh ja? Als je het nu niet terugneemt, komt de oorlog. Nou, ik ben niet bang voor een stelletje rode gekken. Oh ja? Nou, wij zijn niet bang voor een stelletje blauwe gekken. Hoi, volwassen, stop eens. Dit is het oorlogsdocument. We eisen dat we beschermd worden in de oorlog. Ja, jullie kunnen wel allemaal oorlog gaan voeren, maar we willen niet dat wij er de dupe van worden. Oké, dan gaan we dat eerst even bespreken, voordat we oorlog gaan voeren. Het recht van de extra bescherming bij oorlog werd besproken en al snel was er een oplossing. Nou, maar voordat we die rode gaan afmaken, gaan we eerst die kinderen op wacht zetten. En dan sturen we van elk volk twee beschermers. Rode en blauwe begonnen tegelijk met de oorlog en de kinderen werden naar een veilige plaats gebracht onder begeleiding van rode en blauwe begeleiders. Daar gaan we het gewoon eens naartoe. Ja, dat weten we niet. Ja, waar is dat? Ik vind het veilig dat ik hier met die grote kom. Moet je uitkijken? Oh, okay. Is het hier echt 100% veilig? Is het veilig? Ja. Waar moet je naartoe? Op het eiland Baluska waren de rode en blauwe elkaar nu volop aan het uitmoorden. Hé, hey, daar zit ik volgens mij rode. Bij drie schieten. Hey. Nog voorzichtig, dat raakt ze. We kunnen hier schuilen. Ja. Hele goede plek. Wel laag blijven. Kijk zo, volgens mij zie ik daar rode. Snel, breng de bezoeker. Oké. Ah, ah. Pas op, beginnen. Oh, oh. In de schuilkelder waren de kinderen veilig. En bleek dat de rode en blauwe ook normaal met elkaar konden leven. Iedereen rustig blijven graag. Oké. Alleen door nu rustig te blijven en wij samen te werken, de rode en de blauwe, kunnen we het overleven. Oké. Ik heb net boven gekeken. De oorlog is bijna voorbij. Oké. Omdat iedereen elkaar vermoord had, was de oorlog inderdaad voorbij en verlieten de kinderen de schuilkelder. Groepjes kinderen liepen nu door het oorlogsgebied, waar de dode blauwe en rode soldaten nog leven. Oh, ze zijn allemaal dood. Jongen, nu zijn wij de enige die nog over zijn. Laten we afspreken dat wij het beter gaan doen. Afgesproken. De kinderen werden natuurlijk ook volwassenen, maar hielden zich wel aan de afspraken. En zo was op het eiland Baluska nooit meer oorlog.